Mijn lichaam schreeuwt dan gewoon om een man. Of hij nou jong of oud is, knap of lelijk. Als hij maar een stijve kan krijgen, dan scheur ik met liefde broek van het lijf. Er hoeft dan ook helemaal geen liefde of tederheid in het spel te zijn. Ik word eigenlijk het liefst verkracht. Tja, als we die foto's van jou bekijken, Mackenzie, dan denk je eerder aan een bedeesd meisje dan aan een nymphomane teenager die tenminste één keer per dag verkracht wil worden. Heeft de liefde, de lichamelijke, het geestelijke overgeven aan iemand, nog nooit een rol gespeeld in je leven? Ach, ik ben pas 19 jaar, dus de ware liefde kan altijd nog komen. Echt verliefd ben ik nog nooit geweest. Maar ik hoop dus wel later ooit een man te ontmoeten die mijn seksuele behoefte op kan vangen. Die dus aanvoelt wat ik nodig heb. Want ik geloof als ik een vaste vriend of man heb, dat dan het gevoel van verkracht te worden niet zomaar opeens verdwenen is. Dat blijf ik houden, dat weet ik. Wat ik nodig heb is dus een man die me seksueel bevredigt, maar die me ook verder begeleidt. Die het dus toestaat. Je bedoelt waarschijnlijk dat je je dan ook door anderen laat gebruiken. Ja, want daar gaat het om. Houden wil ik van één man, heel erg zelfs. En voor de rest van mijn leven als het kan. Maar ik heb meer mannen nodig. Het liefste via hem die me seksueel datgene geeft wat ik wil. Wat ik nodig heb. En die man hoef ik helemaal niet persoonlijk te kennen. En misschien dat het dan langzaam overgaat, die mansdolheid. Maar ja, voorlopig heb ik het iedere dag. Ik voel het tussen mijn benen. Ik ook, kan de band even af? Ja, natuurlijk. De abnormaal sterke geslachtsdrift van een meisje als Monica spreekt natuurlijk sterk tot de verbeelding, maar komt weinig voor. Gelukkig maar, ben ik geneigd te zeggen, want het typische van de nymphomane is dat er, ondanks veelvuldig seksueel contact met vaak wisselende partners, geen orgasme volgt.